En ik ben Bibi. De dingetjes op een rij. De gigagroenten staan te trappelen. De vibafruitjes zijn zo blij. Welkom op de Bibaboerderij. Welkom op de Bibaboer. Welkom op de Bibaboer. Welkom op de Bibaboer. Op de Bibaboerderij. Bibaboerderij. Kijk, Pia en Bart zijn houtjes aan het hakken en zagen. Leuk, hè? En ik ga ze helpen. Zagen, zagen, bieden, bieden, wagen. Hey, Pipa, niet doen. Die zaag is veel te gevaarlijk voor zo'n kleine pony. Kom hier. Nou, moe. Bart! Oh, aan de kant, Pipa. Ik ga hakken. En dat is mannenwerk. Nou hoor. Bibi! Ja, Pipa? Wat ga je doen? Takken snoeien. Bibi, mag ik helpen snoeien? Nee, deze snoeischaar is heel scherp. Daar ben je eigenlijk iets te klein voor, Pipa. Maar als ik klaar ben, verzin ik wel een ander werkje voor je. Goed? Spelen. Nou, waarom niet? Ik wil groot zijn. Net als Bibi en Bart en Hiha. Groot zijn? Hoe doe je dat dan? Dat speel je niet. Dat ben je echt. Ik wil een echte grote pony zijn. Huh? Grote pony? Ja. Hoe ziet die er dan uit? Met een zadel op haar rug. Een zadel! En dan moet je er zeker ook iemand op laten rijden. Ja, ik denk het wel. Oh, nou dat wil ik wel. Oh. Hey, hallo, daar zijn we weer. Pipa Banaan. En Pipa Pig. Met tellen, rijmen en kleuren. En misschien nog wel veel meer. Dag hallo, mevrouw Pipa Banaan. Dag hallo, meneer Pipa Peer. Zullen we een spelletje doen? Ah. We gaan Rera raden wie het grootst is. Let op. Een paard of een pony? Het paard natuurlijk, makkie. Maar nu wordt het moeilijker. Wie is groter, de poes of de tijger? Oh, ze lijken wel veel op elkaar. Maar de tijger is het grootst. Ja, heel goed, maar nu komt de allermoeilijkste. Wie is groter, de muis of de olifant? De olifant? Niks aan. Fout. Kijk maar. Oh, maar dat is niet eerlijk. Het is ook maar een spelletje. Dag, hallo, tot ziens, meneer Pipa Peer. 1, 2, 3. Als ik Kiko op mijn rug kan dragen, dan ben ik een grote pony. Zou Kieke erg zwaar zijn? Ik zit... Hey, Pipa en Kieke. Zijn jullie circusje aan het spelen? We zijn geen circusje aan het spelen. Oh. Kieke gaat op mijn rug rijden. Ja, want Pipa wil graag een grote pony zijn. Maar ik kan haar niet dragen. Wat zielig voor je, Pipa. Nou word je nooit een echte grote pony. Nou, ik heb een idee. Een echte grote pony is zo sterk, die kan een kar trekken. Een kar? Oh ja. Maar er is geen kar. Oh nee. Een kar heeft wielen. Zie jij ergens wielen? Ja!
De rolstoel heeft wielen! Koppie, koppie. De rolstoel is een supercar. Piepa ervoor en trek hem maar. We hebben alleen touw nodig. Hé, dat heb ik. Ik hou hem wel. Ik ga de rolstoel van Piepa trekken. Dat kunnen alleen echte grote ponies. Wat heb je daar, Bibabo? Dat lijkt me duidelijk. Dat is een touw, Titatomaat. Oh. Ja, iemand zin in een wedstrijdje? Hè? Een wedstrijdje? Touwtrekken. Als je een beetje stoere groente bent, dan kan je touwtrekken. Ah, uitstekend. Titatomaat, ga jij maar aan de kant van die sneeuwbo staan. Ja. Wel, nee. Ik ben sterk genoeg in mijn eentje. Ga jij maar bij die wortel, Tita. Oh. Nou, kom maar, Tita. Wacht even, dan kom ik met de touw. Klaar? Ik tel tot drie en dan trekken. Eén, twee, drie. Wat zijn we samen sterk, hè, Bibabotto? Ik heb expres heel slap getrokken. Ik heb jullie laten winnen. Oh, dank je wel, Bibabon. De verliezer mag nu een filmpje gaan kijken. Ja. En de winnaar staan? Ja, die ook natuurlijk, zeg. Ik ben toch niet gek. Ik heb zo'n zin in een filmpje. Had ik al te slappe bonen. Ik heb toch gewonnen. Hé, hey, ze hebben ook een touw. Wat zouden ze daarmee gaan doen? Touwtjes springen natuurlijk. Doen alle kinderen. Het is wel een heel lang touw om mee te springen. Ze gaan er vast iets anders mee doen. Een lapje aan een touw? Ja, kijk, ze willen allemaal graag springen. Ze gaan niet springen, Boontje. Oh nee, zwaaien. Oh nee, draaien. Oh nee, buigen. Niet goed. Weet je wat ze gaan doen? Wat dan? Trekken. Heel hard trekken aan het touw. Wat zijn ze sterk. Even sterk. Dat wordt spannend. Trek het aan. Harder. Harder. Oh, ze worden moe. Ze kunnen niet meer. Oh jee. Gevallen en gewonnen. Dag. Dag. Zo. Zo, die waren sterk, zeg. Kieke heeft een touw gehaald. En nu ga ik Biba trekken. Als dat lukt, ben ik zo sterk als een echte grote pony. Zo, Biba. Als Kieke klaar is met knopen, kan jij gaan trekken. Is je stoel heel zwaar? Ja, tuurlijk. Maar daar merkt de grote pony geen sikkepit van. Joepie, ik ben de grote touwenknoper. Zit hij wel goed vast, Kieke? Ja. Met een super knop. Nou, ga met die banaan. Piepa, trek hem maar. Ja, kom op, Piepa, kom op. En als het touw nou knapt? Met zo'n dik touw kan je 10 karren trekken. Kom. Kom op, Piepa, kom op, je moet trekken. Ja. Hi, pony. Moet ik je helpen? Ja, graag. Oh nee. Een grote pony moet het helemaal alleen kunnen. Ga weg, ga weg. Kom maar, Piepa. Piepa, het lukt. Piepa is zo sterk als een olifant. Olifant op ponyvoetjes. Nu ben ik echt heel groot. En ik word lekker rondgereden. Zo, Piepa. Kan jij die kar trekken? Ja. Ja, Bart. We hebben hier op de Piepa-boerderij een echte trekpony. Ja.
Zo sterk als een olifant. En nu gaan we een stukje rijden. Oh, wacht. Als jullie toch een stukje gaan rijden... kunnen jullie dan meteen even wat houtjes halen in het bos? Ja, natuurlijk. Ik leg het op mijn schoot. En Pippa trekt het wel. Dat wordt zwaar. Nu moet ik heel hard gaan trekken. Zo, trekken, Pippa. Trekken. Pipa-boerderij. Als je iets te vragen hebt, het antwoord weten wij. Vraag het maar aan mij. Nee, niet aan mij. De hartelijke groeten van de Pipa-boerderij. Mijn naam is Wiwa Wortel, ik ben de slimste van het spul. Maar niets aan hen, daar ze hebben werkelijk geen benul. Als je echt wil weten hoe het ruilt en zeilt op de boerderij, aarzel niet en kom direct naar mij. De hartelijke groeten van de Pipa-boerderij. Als je iets te vragen hebt, het antwoord weten wij. Vraag het maar aan mij. Vraag maar gewoon aan mij. De hartelijke groeten van de Pipa-boerderij. Mijn naam is Pipa Boon, altijd in voor een goede grap. Maar vertel ze liever zelf, dan weet ik zeker dat ik ze snap. Zonder mij was toch de Pipa-boerderij verschrikkelijk saai. Ja, ja, Boon, zoals gewoonlijk, weinig wol en veel lawaai. Weet je trouwens welk blaasinstrument familie van mij is? De trombone. Reuzelijk, Bonemans. Laten we maar snel naar het refrein gaan. Oh, ja. De hartelijke groeten van de Pipa-boerderij. Als je iets te vragen hebt, het antwoord weten wij. Vraag het maar aan mij. Vraag maar aan mij. Nee, aan mij. De hartelijke groeten van de Pipa-boerderij. Mag ik jullie dan nog voorstellen aan onze vriend Tomaat? Hij is een beetje stilletjes, maar bedoelt het niet zo kwaad. Wij helpen hem wel even naar het eind van dit couplet. Kijk, Dita, alsjeblieft hoor, hebben we jou weer mooi gered. De hartelijke groeten van de Pipa-boerderij. Als je iets te vragen hebt, het antwoord weten wij. Vraag het maar aan mij. Vraag maar aan mij. Vraag maar gewoon aan mij. De hartelijke groeten van de Pipa-boerderij. De hartelijke groeten van de Pipa-boerderij. Van al dat hout halen doen mijn hoefjes pijn. Hé, bedankt, Pipa. Heel goed. Anders had ik al dat hout zelf moeten dragen. Pipa, wat is er met je? Ik ben een beetje moe. Pipa heeft alle houtjes naar de schuren gereden. Echt? Wat knap van je meid. Ja, ze is een echte grote pony geworden. Ja. Maar grote ponies mogen ook best af en toe uitrusten, hoor. En spelen? Ja. Ik krijg ineens een heel goed idee. Als jij je touw losmaakt, dan weet ik iets heel leuks. Het is een spelletje en het heet touwtje springen. Ik ben even een echte grote pony geweest. Knap van me, hè? Maar nu ben ik weer een kleine pony. En die kan heel goed spelen. Gaan we zwaaien. Ja! Dit was het, de groetjes tot de volgende keer. Als morgen en de haan kraait, dan zijn we er weer. Met nieuwe avonturen ben jij er dan bij. Tot ziens op de Pipa, misschien je op de